Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe game video van Truth in the Demi. Er staan er twee, maar natuurlijk is het gewoon de eerste aflevering, het eerste seizoen dat ik het doe voor jullie. Dus we gaan het spelen. En we gaan denk ik weer drie potjes doen. Dus oh ja, we gaan het samen doen. Eerst de slow wrap. En dan de drie vraagtekens die je hier ziet. En dat is de examen dus. En ik hoop dat we die slagen. Dus slow wrap gaan we doen. Dit weten jullie, ga ik niet lezen meer. Maar het volgende wel. Als die een beetje opschiet. Ja. Slaven. Plunder de koelkast. Zoek alle ingrediënten op je lijstje voor de tijd om is. Als je iets niet kunt vinden, klik dan op de hintbalk als deze helemaal groen is. Voor een plaatje van het ingrediënt. Twee eieren. Gember. Limoen. IJsbergsla. Ui, een bosui, even kijken, hint, oh ja, dat zocht ik dus, shiitake, oké, dan weet ik niet wat dat is, oh, dat is gewoon een champignon of zo. Zoiets. Nou, we hebben het binnen de tijd gedaan. Snijd de knoflook in stukjes. Klik op het mes om de knoflook in stukjes te snijden. Nou, dan gaan we dat maar doen, hè. Oké. Sla rap. Rasp. De gember. Sleep de gember heen en weer over de rasp. Sorry hoor. Klik op de rasp als hierom wordt gevraagd om het raspsel af te vegen. Echt, ik kan het niet goed uitspreken. Maar ik heb ook net avond gegeten. Dus er zit nog wat tussen mijn beugel. Tik een ei. Tik voorzichtig een ei kapot tegen de rand van de kom en sleep het ei dan snel tot boven de kom. Tik niet te hard, anders wordt het een bende. Dat is al een keer gebeurd, dus ik hoop dat het lukt. Zie je? Doe het weer niet. Het is gelukt. Snijd de pinda's in stukjes. Klik op mes om de pinda's in stukjes te snijden. Snijd de bosuil in stukjes. Klik op mes om de bosuil in stukjes te snijden.
Snijd de sheetage in stukjes. Klik op mes om de sheetage in stukjes te snijden. Als ik dat woord van sheetage of zo niet goed zeg, ik weet niet wat het is. Dus ja. Pers de limoen uit. Trek de lijnen over om de limoen uit te persen. Voeg de ingrediënten toe. Klik om de ingrediënten in de blauwe kom te doen. Voeg aan de hand van de hints in beeld de ingrediënten in de juiste volgorde toe. Bak de sla-wrap. Klik en sleep het handvat van de toetsenpan naar boven om de slaapwrap in de lucht te gooien. Let op de schaduw. Pak nu de pan en vang de slaapwrap op. Scheur de sla. Klik en sleep om de slabladeren af te scheuren. Sleep niet te hard, anders scheur je ze kapot. Vorm de slawrap. Volg de stappen om te leren hoe de slawrap moet vormen. En dan is die klaar. En ze geven 56 punten meer. Nou, vind je lief van ze. Gefeliciteerd, je hebt 2 sterren gehaald voor alle Chinese recepten. Hiervoor krijg je een bronzen leeuw. Nou, dank je. Ik moet toegeven, ik ben onder de indruk. Jullie hebben alle Chinese recepten tot een goed einde. Gebracht. En jullie zijn toe aan de examens. Nou, gelukt toetjes vouwen. Hoeveel gelukt toetjes kun je vouwen? Vouw 8 toetjes voor 2 sterren, 9 voor 3, 10 voor 4 en 12 voor 5. Dus ik ga sowieso voor 2 sterren, een 8, maar ja, 9 dan ook, maar 10 of 12 weet ik niet hoor. Yes, ik heb toch 12 gedaan, dus ik heb 5 sterren. Nou, taartdeeg vormen. Hoeveel taartdeeg kun je vormen? Nou, 5 voor 2, 6 voor 3, 8 voor 4 en 9 voor 5 sterren. Natuurlijk gaat het voor de 5 sterren, maar ja, 5 vind ik ook goed voor 2 sterren. Nou, 4 sterren is ook goed hoor. Nou, het laatste varkensvlees papau vouwen. En dan stop ik deze video. 3 voor 2 sterren, 4 voor 3 sterren, 5 voor 4 sterren en 6 of meer voor 5 sterren. Nou, sowieso 3 moet ik doen.
Yes, ik heb 5 sterren. Ik let eigenlijk helemaal niet op hoeveel ik doe, maar. Yes! Gefeliciteerd! Jullie hebben alle Chinese toetsexamens voltooid. Jullie zijn klaar om ingewijd te worden in de Italiaanse toetkunsten. Oké, we hebben iets vrijgespeeld. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, want dan mis je nooit meer een video. En als je dan nog niet wist, dit is allemaal gratis. Dus als je wil, doe het dan. En een reactie mag je natuurlijk geven op deze video. En dan kan je ons volgen op Instagram. @en_de_cavias. En misschien zie ik jou dan in de volgende video. Doei!